Nufarm helpt fruittelers met het realiseren van gezonde groei. Nufarm is wereldwijd actief en 100% agrarisch gericht. Binnen de Benelux neemt Nufarm een duidelijke eigen positie in met een kantoor in Capelle aan den IJssel. Vakspecialisten zorgen dat onze gewasbeschermingsmiddelen de weg naar handel en telers vinden. Innovatief, ondernemend, respectvol en daadkrachtig zet Nufarm zich in om groei in de volledige keten te realiseren. Samen met onze partners die de dagelijkse praktijk als geen ander kennen. Binnen de fruitteelt heeft Nufarm een sterke positie. Met fungiciden, insecticiden, biologische middelen en groeiregulatoren wordt ambitieus ingezet op groei. Nufarm werkt samen met PC Fruit, de Belgische onderzoeksinstelling die onderzoek voert naar plantgroeiregulatoren. Plantengroeiregulatoren zijn in eerste instantie eigenlijk planteigen stoffen, waardoor er verschillende balansen tussen zitten die ervoor zorgen dat er vruchtzetting of vruchtdunning en dergelijke processen op gang worden gebracht in de boom. Nufarm heeft op dit moment de NAD in het pakket onder de merknaam Ametin. We hebben de GR47 onder Regulex 10SG. En we hebben de 6BA met Maxel. De transformatie van bloesem tot vrucht wordt de zetting genoemd. Een cruciale fase voor de plant en de teler. Regulex bevordert de zetting, maar afhankelijk van de timing zijn er ook andere effecten. Dat is heel typisch voor zo'n plantengroeiregulator dat de dosering en het tijdstip daar dikwijls snel een verschil maakt in de werking. Ofwel geven die u een betere vruchtzetting in het voorjaar, zowel op de peer als op de jonagold. Ofwel, als we die spuiten vanaf de juni op de golden of op jonagold, sommige jonagolds, geven die een betere schilkwaliteit. Zachter, minder barstjes, minder verruwing. Je moet voorstellen, na de bloei, voorjaar, vocht in de dauw, 's ochtends vroeg, maar ook regenachtige periodes, die hebben een heel belangrijk aandeel in ruwschilligheid. Ja, op het moment dat wij die flexibiliteit van die cel kunnen verbeteren, door de toepassing van Regulex en een aantal keren achter elkaar, ja, kunnen we dat risico op ruwschilligheid verminderen. Ik maak er geen onderscheid meer in wat weer doet. Ik maak er geen onderscheid meer in. Bij mij is dat standaard. Eén keer Regulex met 50% open van de bloemen, zowel op appel als op peer. Ofwel twee keren, maar dan van het weer af. En wie het doet, die plukt meer. Regulex 10SG is nu beschikbaar in een granulaatformulering die zijn werking verschillende jaren behoudt. Daarnaast gaat het om kleine verpakkingen. Voor de teler is dat natuurlijk het belangrijkste aspect dat hij minder opslag nodig heeft. We kunnen met een relatief klein potje kunnen we heel goed uit de voeten. Naast zettingsmiddelen bestaan er ook nog dunmiddelen. Dunningsmiddel is een middel eigenlijk wat ervoor zorgt dat er minder vruchten op een boom hangen dan dat die tijdens de bloei erin hangt. We zorgen er dus voor dat er uiteindelijk minder vruchten oogstbaar zijn. Dat klinkt een beetje gek als vergunning, maar dat is wel de doelstelling, waardoor de boom meer energie heeft om die vrucht optimaler en groter te krijgen. Nufarm levert het dunmiddel Maxel, dat ook weer een aantal eigenschappen combineert. Onder een stuk dunning, wat belangrijk is, maar ook een stukje bevordering van de celdeling. Ja, en daarmee kunnen we dus grotere vruchten realiseren tijdens de oogst. Daarnaast zien we dat we de kwaliteit van de bloembot het jaar nadien sterk kunnen verbeteren door de toepassing van Maxel. Sinds dat wij met de Maxel bezig zijn, hebben we de ervaring veel minder dunwerk. Plus het jaar na de Maxel, hetzelfde jaar ook, en ook het jaar na de Maxel ook veel dikker appelen terug. Bij dunningsmiddelen is het moment van toedienen belangrijk, maar ook de formulering. Maxel heeft een unieke formulering. We kunnen daarmee een hele effectieve toepassing krijgen, puur door de uitvloeiende werking. We zien ook dat we een betere opname realiseren hebben in een kortere tijd. In het vroege voorjaar kan die timing precies noodzakelijk zijn voor een optimaal resultaat. Maxel wordt normaal gebruikt bij de maat van 8 tot 12 mm. Vruchtjes, 8 tot 12 mm. Maar de temperatuur is heel belangrijk. Als u 8 tot 10, 12 mm hebt en je hebt maar een temperatuur van 15, 16, 17 graden, wacht dan. En dan heb je veel betere werking dan als je gaat spuiten bij die 18 mm op 15, 16 graden. De temperatuur is belangrijker als de maatdikte van je appeltje. Mijn standpunt is Maxel en al mijn collega's raad ik Maxel aan. Ametin is een derde product uit het assortiment van Nufarm.
Heel de fruitteelt in België kent Amitin. Het is een product dat al jaren op de markt is en vertrouwde werking geeft. Wordt in een redelijk vroeg stadium na de volle bloei toegepast. Om ervoor te zorgen dat we minder vruchten al bij het begin hebben, waardoor de boom meer energie heeft om uiteindelijk die vruchten goed te brengen. De dosering van een halve kilogram per hectare haag, die officieel erkend is, met bijvoorbeeld een Maxel, een hele goede dunning en een hele goede maat voor je vruchten kan geven aan het einde van het seizoen. Zo voorziet Nufarm in een productengamma dat de teler bijstaat van zetting tot oogst.